Goedemiddag allemaal. Moest vanmorgen een half dagje werken. Ik moet zeggen, het was best wel zwaar. Ik sta even in de kelder licht uit te doen. En ja, als je me zegt, vind ik leuk? Nee. Ik zit toch veel liever thuis, lekker achter mijn laptopje te bloggen. Artikeltjes, fotootjes maken, filmpjes maken, ja, dat vind ik toch wel leuker als gewoon werken. Maar ja. Je kan niet altijd alles hebben. Ik ga het naar boven toe. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Tot zo. Hey, ben ik weer. We gaan naar boven gegaan. Spulletjes meegenomen. Ik moet in ieder geval even deze tas uitpakken. Dat is nog... Ik hoop dat je het kan zien. Een aantal dingetjes nog van het kerstpakket. Dan heb ik hier de reclamefolders gehaald. Daar ben ik echt super blij mee. Ik ben gek op reclamefolders kijken. Nou, zelfs de tv staat nog niet eens aan. En wat zit daarbij? Een hele leuke... Ik hoop dat je het kan zien. Fotolijstjes. Dus ja. Helemaal leuk. Zo. Dan zien jullie weer. Oh, nu is het weer donker. Even opruimen. Hoort erbij, hè. En straks daar baal ik van. Strijkwerk. Dus dat ga ik zeker vandaag doen. Nou, morgen kan ik wel een paar andere dingetjes doen, denk ik. En ik ga even lekker een hapje eten. En toen was het weer donker. Een beetje vervelend. Zo, en daar ben ik weer. Dus even een hapje eten. En dan zie ik jullie straks. Dan laat ik zo wel even zien wat ik eet. Want het is niet zoals normaal altijd brood of een crackertje of yoghurt. Nou, vanmorgen heb ik alleen maar yoghurt gegeten. Met een sapje. En straks lekker kleine tortillaatjes met iets van kip, tandoori wat we overhalen. En dan was iets nog van spersjeboontjes over en iets van aardappeltjes. Dus ik denk dat ik dat lekker ga doen. En zie ik jullie zo meteen. Ja! Oké. Lunch. Vlees van gisteren. De... Kip teriyaki met boontjes en daaronder heb ik de aardappeltje geprakt en daaroverheen heb ik nog lekkere vlammetjes saus overheen gedaan. En daarbij heb ik lekker aloe vera. TV staat aan en ik ga nu lekker mijn lunch eten en dan zie ik jullie zo meteen weer. Bye bye! Hey! Ik heb lekker mijn lunch opgegeten. En ik had de deur open gedaan. Ik kan jullie zeggen, het is super lekker weer buiten. Dus ik weet niet hoe dat zit, maar ik zal het even laten zien. Kijk nou. Onwijs lekker. Moet je even lucht zien, jongens. Schrikkelijk. Het is toch super lekker weer. Ik vind het wel. Ik ga nog even wat drinken. Zo, ik kan jullie maar beter zien. Ik ga even wat drinken. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Ja, tot zo. Hey, daar ben ik weer. Ik... was een beetje aan het opruimen en op een gegeven moment kwam ik mijn DS XL tegen. Met een leuk spelletje erbij. Ik zal het even laten zien. Oh. Dit is mijn DS. Ik zal hem even openklappen.
zo ziet hij eruit. Nog een koptelefoontje. En dan heb ik Farm Frenzy van de Nintendo DS. Die. En ik heb deze, dus ik heb wat spelletjes en ik ga het nu even de afwas doen. Een berg afwas. Ik kan het wel even laten zien. Maar ja, berg. Niet zo groot. Dag was, de bloemen zijn op. Dat is de afwas van morgen. En dan heb ik nog strijkwerk. Dat is zeg maar hier, drie bloedsen. En hier een berg zakdoeken. Nou ja, ik kan zeggen dat ik daar zo doorheen ben. Dus ik ga eerst even afwassen en even strijken. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer terug. Tot zo! Zo, afwassen. Met die bril. Ja, hebben jullie er ook last van als jullie een bril dragen? Dat het dan... Ik vind het vreselijk. Ik vind het zo irritant. Dan heb ik hier zo'n hele hobbel en denk je dat je... Kijk. Hier. Dan heb je hier weer zo'n pluk zitten. Nou, doe ik zo wel goed. We zijn nu lekker aan het strijken. Ik ben met de zakdoeken begonnen. Dit is de eerste. Die moet ik maar even eruit halen. Die vouw ik er maar niet in. Nou, daar liggen de blouses. Ik heb afgewassen. Dus ik moet alleen nog even de bloemenvaas schoonmaken. En... Ja, dan is het wel zo'n beetje... Oh ja, dan moet ik nog even aardappeltjes schillen en de bieten schoonmaken. Die ga ik vast even pakken. Loop even met me mee, zou ik zeggen. De bieten. Dan lekker raspen. Kan ik beter zien in het licht. Ja. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 5 bieten moet ik dan raspen. En hier zijn de aardappeltjes. Met een hamburgertje erbij. En dan hebben we weer een lekkere maaltijd. Ik ga het even verder strijken. En de andere dingetjes doen. En die zie ik jullie misschien straks weer. Tot zo! Oké, over multitasking gesproken. Even wachten. Over multitasking gesproken, ze zeggen dat de vrouwen kunnen multitasken. Niet altijd, dat is waar, maar soms wel. En ik zal je even laten zien hoe ik dat doe. Oké. Punt 1. Ik ben aan het strijken. De blouse van mama. Punt 2. Ik zit tv te kijken, Jessica Fletcher. Plus dat ik hier de vlog van Lilian zit te kijken... En ja, dat is dus niet zo. Over multitasken gesproken, ik zit heel vervelend topjes te eten. Dat mag niet, maar ik had er trek in. Dus ja, als je er trek in hebt, moet je het ook gewoon doen. Met... Op de achtergrond Jessica Fletcher. En ik ben al even aan het bezig. De stapel zakdoeken zijn gestreken. Dit is de tweede blouse die ik aan het strijken ben. Dat is de laatste blouse. En ik had er net zo'n vervelende blouse. Kijk. Dat is deze. Die had ik gestreken. Maar er zat zoveel kreukels in. Dat ik een beetje vochtig moest strijken. Om een beetje struik vrij te krijgen. Oké. Dit is... too much information. Too much... Dat ga ik nog maar een keer doen. Ik heb hier ook nog, kijk, de meeste parfum. En hier zitten wat nagellakjes en dingetjes. En dit ben ik.
Ik heb mijn zwart-witte kooltruitje aan, met een zwarte broek en gewoon een paar sokken. Een staart in mijn haar en ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, dan moet ik heel even zo doen. Nee, jullie kunnen het niet zien, maar ik heb me opgemaakt. En je ziet er ook niet veel meer van, maar oké. Okay. Met het paletje van Nude Look van Max & More. Ik vind het wel een leuk paletje. Zo makkelijk te pakken ook. Dat is een grote palet. Ik kijk of ik hem open kan krijgen. Het ziet er te ranzig voor woorden uit. Nou, je kan best wel zien welke ik gebruik. Die gebruik ik als eerste. Dus zeg maar een matte die onder mijn wenkbrauw mijn ooghoek is. Die gebruik ik heel vaak. En die en die en die. Die heb ik vanmorgen gebruikt samen met die. De enige twee en deze. Maar ik zal er denk ik nog wel een keer een filmpje over maken. Het lijkt me wel leuk. In een get ready with me. Ik zal nog even goed over nadenken. Want het is best nogal veel werk. En aangezien ik geen afstandsbediening heb om het aan te zetten. Zoals normale vloggers met de fototoestellen of fotocamera's die ze nu hebben. Dus ja, kijk, nou heb ik ook niet zoveel weerspiegeling in mijn bril. Alleen dan zien jullie me niet zo goed, zo beter. En ja, dan moet ik even kijken hoe ik dat doe. Maar dan moet ik even over nadenken. En morgen ga ik mijn medicijnen halen. Dat zou ik eigenlijk vandaag doen, maar aangezien dat ik spulletjes had van mijn kerstpakket, die ik nog te goed had van vorig jaar, die wilde ik gewoon thuis brengen, want dat was best wel veel. Dus dan doe ik dat morgen, heb ik alle tijd ervoor. En dan, het is maar 3 dagjes deze week, 3 halve dagjes de maandag. Een halve dag, woensdag een halve dag en vrijdag een halve dag. Dus de dinsdag en de donderdag ben ik dan thuis. Dus dan kan ik misschien een beetje vooruit werken, een beetje vloggen en dingetjes doen. Zover ik kan vloggen en dingetjes doen. En ja, als ik weer hele dagen moet werken, kan ik natuurlijk ook niet meer vloggen. En dat is best wel vervelend. Dus ik moet even kijken hoe ik dat doe. Ja? Oké. Ik zie jullie straks weer. Hi, daar ben ik weer. Sta in de keuken. Ik heb net de bieten gedaan. Samen met Marsha. Zit met mijn tabletje Marsha te kijken. Het is de stand van de bieten. En dan ga ik nu de aardappeltjes schillen. Heerlijk. Multitasking. Zalig. Tot zo. Zo. Nee, die stomme pluk. Ik word er gek van. Oké. Alles is gestreken. Afgewassen. Bietjes geraspt en schoongemaakt. Aardappels geschild. En ik ben nu lekker thee aan het zetten. Ik heb best wel een beetje dorst. En ik ben nog steeds, ik ben in ieder geval Jessica Fletcher aan het kijken. Weer Jessica Fletcher, sorry. Ik ben Jessica Fletcher freak, Murder, She Wrote. En ik ben ook op mijn tabletje bezig. Ik zit naar, hoe heet ze ook alweer, Laurette aan het kijken. Dus dit meisje. Ik zal het even wat groter zetten. Ja, kijk even naar de blauwe. Zij roze letters. Dus ook denk ik nog pas aan bezig. Dus ja, ik vond het wel even leuk om naar te kijken. Ze vroeg erom. Wie ben ik om dat niet te doen? Dus de kleur, zeg maar. Dus, altijd leuk. Je kan altijd wat van elkaar leren, toch? Dan de beste opvallende rode lipstick. Ik ga het hem even zo stilzetten. En ja, dat is het, geloof ik. Ja. Nou ja, morgen heb ik de hele dag de tijd. Ik moet wat filmpjes opmaken. Een shoplog, een unboxing van een winactie die ik gewonnen heb. Kijken of ik wat dingetjes op kan ruimen. Ik moet nog morgen medicijnen halen. Dus drukke dag.
misschien een leuke dag om te vloggen, maar dan moet ik even kijken. Dus we gaan het zien. En ik ga ook bij deze gelijk de vlog afsluiten, want over een paar uurtjes komt mijn mannetje thuis. En ja, dan is het niet zo leuk als ik dan vlog, althans, ik denk niet dat hij dat zo leuk zou vinden. Hij wil dat eigenlijk niet, althans niet voor, op de camera staan. Dus ja, daar heb ik gewoon alle respect voor. Er zijn ook grenzen. Net als wat bijvoorbeeld Marcia ook zegt. Er zijn grenzen als mensen niet in de vlog willen of niet voor de camera. Dan ga ik dat ook echt niet filmen. Dus ja, that's it. Ik ga hem lekker afsluiten. Ik ga het nog... lekker kijken. Ik ga een kopje thee zetten en wat filmpjes kijken. En dan is het alweer bijna tijd. Ik heb de deur nog steeds openstaan. Het is hartstikke druk buiten. Misschien dat je het dan even wil zien, maar het is in het algemeen best wel druk. Goed, de buurman heeft ze. Deur dicht gedaan. Kijk. Dit is dus de parkeerplaats. En... oh jongens, kijk die lucht eens even. Oh, daar ga ik zo van genieten. Ik hoop dat morgen ook zo lekker weer is. Kan ik ook lekker misschien vloggen en bloggen. En... op de fiets ga ik niet, niet filmen. Ik heb moeite met één hand fietsen. Dus niet zo. Ik ga het even de slaapkamer aan dicht doen. Dus ja, dan heb je het nogal lekker doorgetocht. En het is, het is gelijk geel hier. Maar ja, kijk, dit is de gordijnen. En dat moeten we nog steeds goed ophangen, maar dat komt nog. Het is, ja. Het moet nog allemaal gebeuren en... het is niet zo. Zo. Hoppata. Zal ik jullie misschien even daar zitten? Gaat dat lukken? Zo. Zit misschien even wat verder. Ik hoop dat jullie wel me kunnen verstaan. Want ik moet even de gordijn oprollen. Dus dan moet ik even bukken. Kijk. Het is een heel lang gordijn. Ja, wat kan ik zeggen? Doordat ik vorig jaar, oh, ik moet niet gaan staan natuurlijk. Niet zo'n beste jaar voor me was. Dat kan ik je sowieso wel zeggen. Misschien wel een reden omdat misschien ook een stukje verwerking is. Dat er sommige mensen ook, ja. Dus, Rea Sofie, die heeft dat, die maakt dat nu ook zo mee. Dat ja, gescheiden is. En dat ze nu ook daardoor stap voor stap een beetje ook voor de camera de verwerking doet. Vorig jaar ben ik gaan scheiden na 3 jaar huwelijk en 14 jaar een relatie te hebben. En ja. Het valt best zwaar. Het heeft ups, het heeft downs. Het ene moment voel ik me geweldig. En de andere moment voel ik me vreselijk. En ja, momenteel echt de periode om alles kan ik huilen. Al is het van de tv of iets wat mijn man zegt. Of wat dan mijn nieuwe vriend, laat ik het zo zeggen. Ik zeg gewoon mijn man. Mijn man. En... ja, dit soort dingen is nooit leuk om mee te maken en te doen. En het is gewoon niet leuk voor beide partijen niet. En het is niet zo leuk en ik zeg het al zo vaak, hè, niet zo leuk. Probeer er het beste van te maken. Probeer er ook zoveel mogelijk over te praten en ja... ik zeg dit niet alleen om uit medelijden te hebben. Jongens, alsjeblieft, dankjewel. Doe me plezier. En oh, wat zielig. En sterkte. En weet ik veel wat. Het is,
het heeft gewoon zijn tijd nodig en dat komt best wel. Crea Sophie. Ik zal eens een keer, als ik het een keer zie, zal ik in de vlog neerzetten. Dat is een hele lieve, lieve meid. Een hele knappe meid, moet ik zeggen. Dat moet ik echt toegeven. En ja, ik moet zeggen, ik krijg een lamme arm. Ik weet niet hoe hun dat doen, maar ik vind het echt briljant. Maar ja, van alles leer je natuurlijk wat. Om even op het andere onderwerp op te komen. Ik doe dat niet om medelijden te krijgen of andere dingen. Ik zeg het gewoon zoals het is. En ja, ik moest natuurlijk zo snel mogelijk een huis hebben. Dus we hebben ons zo snel mogelijk ingeschreven. Dus we hebben een huis gekregen. En ja, daar wonen we nu al een jaartje. En ja, alles even heel snel kopen. Bed, bank, aantal meubeltjes. Ja, de puntjes op de i moeten nog gezet worden. Dus even heel snel geschilderd. En ja, dit jaar... gaat mijn man met pensioen en dan gaat die dingetjes opknappen, zoals het plafond, de muren weer en al die andere dingen weer. Dan komt mijn kamertje ook in orde. Mijn hobby slash beautykamer. Dus ja, daar kan ik ook gewoon een beetje filmen als meneer sport zit te kijken. Dan kan ik me lekker terugtrekken. Nu zit ik gewoon hier aan de eettafel met mijn laptop. Niet dat ik het erg vind. En niet dat hij het erg vindt, dan vindt hij het ook wel leuk dat ik filmpjes zit te kijken. Dus dan zijn we tonnen wel bij elkaar. En ja, maar soms is het ook even leuk om terug te trekken. Zodat ik lekker daar kan doen, dingetjes kan doen. Mijn hobby. Ik heb er echt zin in. Alleen vorige keer, afgelopen zondag, gingen we naar beneden toe. Er waren een aantal dozen gevallen en een aantal sorteerbakken met kralen. Dus alle kralen lagen op de grond, dus ik alles met een stoffenblik bij elkaar geveegd en dan maar even in een ziplap bagje van Ikea gedaan. Ik denk, nou, dan kan ik het nog wel een keer uitzoeken. Ik zie wel, doe ik er niks mee, dan weet ik er altijd nog iemand gelukkig mee te maken. Dus ja, ik ga nu echt de vlog afsluiten, want het is 3:50. Ja, 3:50. En ik zeg tegen jullie, eet smakelijk, een fijne avond en ik, misschien tot morgen, dat weet ik niet zeker. Maar ik hoop van wel. En ik hoop dat het mooi weer is. Net als vandaag. Bye bye.